Stelselvergelijking, hoofdstuk 11, som 5a. Ja. Wat gaan we doen? Ik zou een x eruit kunnen halen, een y of een z. Wat is het makkelijkste? Nou, voor mij maakt het niet veel uit. Wat we kunnen doen is eerst de z-waarde er maar eens uithalen. Oké. Okay. Als ik nou hier een 3 van maak, daar een 1 en die onderste doet even niet mee. Nou, ga ik vermenigvuldigen. 3 keer x wordt 3x. 3 keer 3 wordt plus 9y plus 3z is 3. De tweede rij vermenigvuldig met 1. 2x min y min 3z is min 8. Bij elkaar optellen. 3 plus 2 wordt 5x plus 8y. Nou, dit is samen 0, is min 5. Dan heb ik eigenlijk een nieuwe vergelijking gemaakt met x en y. Goed, dat is één stap. Dan heb ik eigenlijk de eerste en de tweede heb ik gebruikt. Hè? Dus die en die heb ik gebruikt. Dan moet ik eigenlijk nog een vergelijking hebben met x en y. Want ik heb net gezien bij de vorige sommetjes, als ik twee variabelen heb, heb ik ook twee vergelijkingen nodig. Dus wat ga je nou doen? Je gaat of met de eerste en de derde, of met de tweede en de derde rij, ga je een nieuwe vergelijking maken waar de z niet meer in zit. Nou, laten we het zo doen. Die doe ik keer 2. Deze doet niet mee. En die doe ik keer 1. Nou, wat krijgen we dan? 2x, het is die keer 2. Ho, die keer 2 plus 6i plus 2z is 2. Even checken, 2x, 6, 2. Ja. En die onderste doe ik gewoon keer 1. Sorry? Ja, maar dan trek je straks van elkaar af. Je kunt ook min 1 doen. Mag hoor. Dan krijg ik min 3x plus 2y plus 2z is 7. Nou zie je hier dat ik twee keer 2z heb staan. Dit is ook een 2. Nou, als ik die van elkaar aftrek is het 0 en is de z eruit. Nou, dat is precies wat we gaan doen. Min. Kijk, hier was het plus. Je kunt ook van elkaar aftrekken. 2 min. Min 3 is 5x. 6 min 2 is plus 4y is 7. Of nee, 2 min 7 is min 5. Dan heb ik twee nieuwe vergelijkingen gekregen met x en y. Dat is deze. En dat is die. Nou, die ga ik nu samen nemen. Dan zeg ik, oh, wacht even. Ik heb 5x plus 8y is min 5. En ik heb 5x plus 4y is min 5. Oh, dat is een makkie. Want ik zie beide keer 5x staan. Komt dat even goed uit. Van elkaar aftrekken. 5 min 5 is 0. 8 min 4 is 4y. En min 5 min min 5 is 0. Oh, nou, dan zal y 0 zijn, denk ik. Nou, daar moet ik wat mee. Dus ik ga die i, die ga ik, nou, ik denk hier maar invullen. Om de x te kunnen berekenen. Dan krijgen we 5x plus 0 is min 5. Oftewel, x is min 1. Nou heb ik al twee gevonden. De x is min 1. De i is 0. Moet ik alleen nog een z-waarde vinden. Nou zie ik in de eerste rij dat er bij die z een 1 staat. Dan denk ik, oh, dat is makkelijk. Ga ik die toepassen. X plus 3i plus z is 1. Gaan we de x invullen, min 1. Y invullen, plus 0. Plus z is 1. Nou, hier plus 1. En daar plus 1. Dan krijg je z is 2. Dus wat heb ik nu gevonden? X, y, z is... Nou, de x was min 1, de y was, dacht ik, 0
En de z is 2. Het toverwoord. Controleren. Nou, pakken we bijvoorbeeld de middelste vergelijking. 2x. 2 keer min 1. Min 0. Min 3 keer 2 is... Nou, min 2. Min 2 min 6 is min 8. En wat staat er? Min 8. Volgens mij klopt die. Ziet u? Leuk.